wat ik heel belangrijk vind is als ontwerper dat je nadenkt over van ik ga iets nieuws maken, maar waarom ga ik dat nog doen en wat voeg ik daarmee toe aan deze wereld? Ik denk dat iedereen wel ziet dat we gewoon heel anders eigenlijk met onze materialen en spullen om zouden moeten gaan. En ik denk dat je daar als ontwerper als geen ander over na kan denken. Ontwerpen is voor mij dat is iets wat je niet kan doen achter een tekentafel of achter een computer. We zijn nu in mijn studio in Rotterdam. Dat is eigenlijk een oud warenhuis van de haven waar dingen in op werden geslagen. En er zitten allemaal ontwerpers of makers en die mogen daar hun eigen ruimte bouwen. En nu, ja, dit is mijn ruimte waar we in zitten. Voor mij is het maken in het ontwerpen heel belangrijk, het proces. Dus ik heb altijd wel veel materiaal of spullen om me heen om mee aan de slag te gaan. En we hebben dan een werkplaats meer met machines en tools. Ze zijn een beetje verschillende ruimtes. Dus één voor meer nog een voor grotere, wat viezere dingen die je kunnen doen. En andere meer wat schoner werk, waar we meer kleuronderzoek doen of meer testen. Dus zo hebben we eigenlijk een aantal verschillende plekken gecreëerd. Ik heb eigenlijk materiaal en daarmee ga ik dingen gewoon uitproberen. Dat ga ik knopen of ik ga het verdikken of ik ga het hard maken. Ik zoek dan bijvoorbeeld dat het een andere vorm krijgt dan dat het al was, waardoor er nieuwe mogelijkheden ontstaan. En ik denk dat het heel erg gaat over een soort eigenlijk lef hebben en niet bang zijn dat je allerlei rare mislukkingen maakt. Dit is eigenlijk een nieuw project waarmee ik nog helemaal in die procesfase zit. En ze fabrikant die autostoelen bekleed met leer. Een koe heeft een hele rare vorm natuurlijk. En als je daar een autostoel mee wil bekleden, dan haal je daar allemaal stukken uit. En dan blijft er dus zoiets over als grip, waar ze niks meer mee kunnen. En dit zijn dan bijvoorbeeld allerlei uitprobeers. Dus dan zit ik te kijken, naar kan je dat leer weer opvullen? En dan maak je er weer een nieuwe lab van. Of is een soort kijken. Kan je daar dingen mee bouwen of een verbinding mee maken? Of dat je het weer allemaal stapelt en het weer allemaal terugbrengt tot een soort repen. Dus of je maakt er allemaal inkepingen van en dan maak je het nog langer. Er ontstaan allerlei toevalligheden waar je op reageert. En dat eigenlijk dan de kracht van een ontwerper is dat je zo'n toevalligheid ziet. Dus er gebeurt iets en er zit iets heel kleins. Maar daar zie je een soort potentie in. Volgens mij gaat het daar heel erg over. Dat je een soort dingen laat gebeuren en ontstaan in je handen. Bij Flisco dat is eigenlijk heel natuurlijk ontstaan is dat ik daar ooit stage liep. En toen zag ik in de fabriek van ze hebben heel veel restmateriaal. Er staan overal bakken in de fabriek met prachtige stoffen. En die werden allemaal afgekeurd. Dat vond ik gewoon zo zonde, om dat te zien, dat materiaal dat ik toen ben gaan voorstellen, nou mag ik daarmee aan de slag. Ik ben dat gewoon toen gaan doen. En toen later heb ik, toen ze zagen dat kleed eruit kwam, toen waren ze wel overstag. Toen dachten ze, wow, dat is mooi. En dat willen we wel. Wat ik eigenlijk heel belangrijk vind is dat het niet alleen maar over recyclen alleen gaat. Als je dus bijvoorbeeld met deze stof zou werken, dus dit is eigenlijk die mistdruk van Flisco. Wat je kan doen is je kan het schredderen en je kan het als isolatiemateriaal in een muur stoppen bijvoorbeeld. Maar dan verlies je zoveel kwaliteiten die in dat materiaal zitten. Dus ik probeer eigenlijk als ik met zo'n afvalmateriaal te maken heb, heel erg te kijken van nou, wat zijn nog de kwaliteiten die er wel in zitten. Er zit nog zoveel schoonheid al in die materialen die we heel vaak verbranden of weggooien. Recent heb ik een project gedaan met Adidas. Daar wilden we eigenlijk matten maken voor in de winkel. En
toen zijn we die met oude sportschoenen gaan doen. En daarbij ben ik heel erg gaan kijken van, je schreddert dus al die schoenen. En eigenlijk is dat een soort grijze massa. En hoe kan je daar nog op een andere manier dus een waarde aan toevoegen, waardoor je er meer mee kan. Dus toen zijn we gaan kijken van, wat als je het in twee categorieën split. Het liefst zou je natuurlijk alle roze schoenen bij de roze en de blauwe bij de blauwe. Dat je helemaal het hele kleurenspectrum hebt. Maar dat is voor nu nog niet realistisch. Dus hebben we een lichte variant gemaakt en een donkere variant. En daarmee kan je al opeens een heel fris grafisch beeld neerzetten. In plaats van dat je één grijze mat maakt. En wat ik er daar mooi aan vind, is dat als je er dan op inzoomt, dan zie je weer al die kleine kleurtjes die erin zitten en zie je waar het vandaan komt. Dus dat ik soms ook denk, je kan denken, het is afval, het is moeilijk om mee te werken, maar je kan ook zoeken van, het brengt een extra schoonheid met zich mee. Wat heel belangrijk is in mijn hele werk afgelopen jaar is het tonen van dat proces. Dus dat je naar dat product toe gaat, maar ook dat proces toont. En dat onderzoek daarin. Dus dat je dat heel erg meeneemt. En het tonen van dat onderzoek, dat is eigenlijk ook de kern geworden van dat collectief Envisions. Envisions, dat is een collectief wat ik mede heb opgericht heel snel na mijn afstuderen eigenlijk. Na een aantal keer in Milaan te zijn geweest, je ziet zoveel nieuwe kroonlichtluchters, ontelbaar veel tafels en nieuwe producten, dat je sowieso daar heel depressief van terugkomt eigenlijk. Dat je denkt, waarom zou ik überhaupt nog iets maken? Maar ook wel dat ik dacht, er zijn ook, natuurlijk, er staan daar ook wel goede producten. Maar daarvan zie je vaak niet waarom ze goed zijn eigenlijk. Dus wat is er nou eigenlijk in onderzocht? En wij dachten toen van, als we met een groep naar Milaan gaan, en wat als wij nou alleen maar dat proces tonen? Eigenlijk alles wat altijd achter gesloten deuren gebeurt. Dus juist die eerste stappen, al die gedachten, al die uitprobeersels. Wat als je dat laat zien? Envisions, dat liep zo goed. En mijn eigen studio liep zo goed. En Envisions, dat werd op een gegeven moment heel veel manage werk. Omdat je met zoveel ontwerpers te maken hebt en met zulke grote exposities. En dat stond voor mij als concept al heel erg. Dus toen ben ik weer op mijn eigen studio gaan focussen. De allereerste, dat was deze. Die we helemaal met de hand op z'n kop hebben gemaakt. Dus 3 kilometer stof zelf hebben moeten strijken. En die zijn helemaal opgewikkeld. Die is gewoon zo'n beetje het startpunt van alles geweest voor mij. In eerste instantie wil ik een product maken wat mensen gewoon wat ze mooi vinden. Dus waardoor ze daardoor een connectie ermee hebben. En als je dan ook nog eens weet dat het dus van dat materiaal gemaakt is, dan creëert dat nog een extra waarde. Ik heb gewoon heel veel dingen die ik wil doen. En natuurlijk duurt het soms even totdat je de goede vorm en de goede uitwerking hebt gevonden. Maar die komt er altijd wel.